Corsica doorkruisten we vooral het binnenland. We klommen 's winters over hoge kools. Later rende ik de GR20 met ultralichte bepakking. Nu zullen we Corsica zien met de ogen van de zee. Het plan is om van Bastia naar Ajaccio te varen, circa 350 kilometer, en daarvoor nemen we een maand de tijd. Maar dingen gaan niet altijd zoals gepland. Garanties heb je niet. Niemand. Nooit. Je hebt alleen kansen, waarvoor je zelf de voorwaarden kan scheppen. Direct na aankomst moeten we op zoek naar een tandarts. Frank is een stuk kies kwijt en het duurt 5 dagen eer we een tandarts bereid vinden. Om onze zeereis niet af te raffelen, besluiten we verderop te starten, in San Florent. Zo kunnen we toch het allermooiste traject varen, zonder ons te hoeven haasten. In mijn slaapzak lig, voel ik de golven nog in mijn lijf nadijnen. Ik hoor de zachte branding een paar meter van ons vandaan. En geleidelijk neemt dat vertrouwde gevoel bezit van me, van buiten zijn. Leven in een ander ritme, niet met de klok, maar met de elementen. Er is alleen de zee en onze kleine bootjes. Ik hou van die versobering, die alles terugbrengt tot de kern. Met zeekajakken bevind je je op de grens van zee en land. Dat is soms een keiharde overgang. Alle overgave en rust is dan in één klap weg. Na 4 dagen komen we aan in Calvi. Wat een dagje pauze had mogen zijn, worden er 3. Boven voor 7 op zee. De wind is de baas. We wachten af. Natuurlijk geniet ik van de plotselinge luxe, maar hoe langer dit duurt, hoe meer ik terug naar de zee verlang. Elke centimeter kajak is in gebruik en alles heeft zijn vaste plek. Het is fijn als dat routine kan worden. En dat gebeurt pas als je lang onderweg bent. Dan is uit- en inpakken ineens normaal geworden. En al je dagelijkse beslommeringen verdwijnen achter de horizon. De zee bepaalt ons ritme. Elke dag die keus. Wachten? Wel gaan? Hoe waait de wind? Hoe loopt de zwel? Hoe lang is het klifferstuk?
Wat we doen is van minder belang dan hoe we het doen, hoe het voelt. In balans met de zee en onze skills. Wij leren meebewegen. Op spiegeldagen heb ik niet die geconcentreerde focus van ruigwaterdagen. Mijn gedachten kunnen nu zwerven. En dan voel ik me duizelig van geluk. Op dag 12 zijn we bij Porto. De camping is gesloten en dat zet ons op het spoor van een hotelrustdag. Als de overgang dan toch groot is, kunnen we die net zo goed nog wat versterken. Persoonlijk. Voor mij is het wildernis. Natuur waarin de knedende mensenhand afwezig is. Waardoorheen ik me dan in balans ermee en op eigen kracht, zonder spoor na te laten, kan verplaatsen. Er zijn momenten die niet voorbij mogen gaan. Waarop je al weet dat je het mist, terwijl het nog in volle gang is. En je probeert nog intenser seconde voor seconde in je op te zuigen. Dit soort sponsmomenten zijn mijn antwoord op het waarom van dit soort reizen.